Goedemiddag, dames en heren. Ik ga een paar woorden in het Engels zeggen en dan ga ik verder in het Nederlands. I would like, first of all, to thank very much Foreign Secretary Johnson that you decided to honor us with your presence today. This is very special. We made an agreement last week, Boris Johnson and myself, that he would visit the Netherlands. And I had made my commitment here to come at this very important meeting, just the day preceding the commemoration of the Battle of Arnhem. And this was such a unique moment to think through who has to be here is Boris Johnson. And I wanted to thank you very much that you decided to honor us with your presence today. On a day like this, I think it is important to say, on behalf of all of us, we owe the United Kingdom a special word of thanks for the role your brave countrymen of the 1st Airborne Division played in Operation Market Garden. And I was touched by it because that history is also a very personal history for me. I come from this city. Actually, my parents are buried in the cemetery in the Airborne Cemetery, just on the civilian side. I think many of the people who are from this town are every day still marching, or every year still marching to commemorate it. But I had never realized that being here with the Foreign Secretary of the United Kingdom is extremely important, because I think, Boris, you had the same feeling. It moved us all to think through what happened here in 1944. The bravery of our British friends that came for our help. Almost 1,700 young British soldiers who died in that battle. And that from the Airborne Division. And by the way, the Airborne Division was played in the decision to set it up was Sir Winston Churchill. And Boris, you wrote an impressive biography about him. And I'm glad that you are here today. And I really wanted to give you an applause on behalf of all the Dutch people today for the brave work of the British soldiers during that time. Thank you very much. Dames en heren. De herdenking van operatie Market Garden, denk ik in deze tijd met zoveel onzekerheid, zoveel geopolitieke problemen, herinnert ons aan wat echt belangrijk is. Ten eerste vrijheid en de bereidheid die te verdedigen. Ten tweede dankbaarheid, dat hebben we zojuist uitgesproken, jegens degene die hebben geholpen die vrijheid te veroveren. Nooit zullen we de heroïsche rol vergeten van die internationale coalitie van Britse, Amerikaanse, Canadese en Poolse soldaten. En dankzij hen konden wij hier, letterlijk, ikzelf denk ik, had hier misschien wel niet gestaan, in Arnhem na de oorlog in vrijheid opgroeien. En met een blik in de toekomst, alertheid. Wanneer de waarden die we met elkaar hebben opgebouwd op de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog in het geding zijn, moeten we bereid zijn die te verdedigen, op een goede manier natuurlijk. Gezamenlijk met onze vrienden en onze bondgenoten. En in een tijd van hernieuwde spanningen is dat des te belangrijker. En dat zijn we niet allemaal meer zo gewend. En een van die waarden ten grondslag aan het thema van de conferentie van vandaag, en waarnaar we in ons werelddeel consistent hebben gestreefd, en dat we echt moeten verdedigen, is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dames en heren, deze conferentie behandelt dus een zeer serieus onderwerp. Tegen de achtergrond van een voor ons land en deze stad zo essentiële historische context, de herdenking van Operation Market Garden. Laat ik daarom beginnen met een hele kleine anekdote, want ik heb een heel bescheiden rol gespeeld in deze militaire operatie. Nou, ik zie u denken, zo oud kan die minister nog ook weer niet zijn. Het was dan ook niet in september 1944, maar 33 jaar later, in 1977. En zoals alle jongeren wilde ik bij de film. Dus was ik trots om als figurant mee te mogen spelen in het epos A Bridge Too Far, een brug te ver, van Richard Attenborough, naast grote acteurs zoals Sean Connery, Anthony Hopkins, Robert Redford en Liv Ullmann. En u zult me niet eens herkennen, ik moest geloof ik af en toe even de brug oprennen en weer terug. Het is bijna niet terug te zien. Maar de film gaat, zoals u weet, over de slag bij Arnhem, mijn geboortestad. Die rol was klein en eenvoudig, ik had niet eens tekst. Ik hoefde alleen maar deze brug hier over te steken. Ik was een tiener en ik vond het geweldig. Omdat ik in deze stad was opgegroeid en me zeer bewust van wat er 20 jaar geleden was gebeurd bij de evacuatie van Arnhem. En vandaag is mijn rol nog veel bescheidener. Zeker naast de echte helden
en vooral de heldinnen die tijdens deze conferentie aan bod komen, zoals de 102-jarige mevrouw Hebe Kolbrugge. En ik spreek dan ook met ontzag voor hen. Ik heb vandaag wel tekst, maar ga er geen Oscar mee winnen. En toch hoop ik dat ik een aantal dingen zou kunnen zeggen over het belangrijke onderwerp van vandaag. U hebt vandaag teruggeblikt op de rol van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Onder meer in het openingsinterview met de 102-jarige mevrouw Kolbrugge. En daarna hebt u ontwikkelingen en perspectieven voor de toekomst besproken. En het is passend om een heldin als mevrouw Kolbrugge te eren en van haar ervaringen te leren. Lange tijd bleven de bijdragen van vrouwen zoals zij vrijwel onzichtbaar. In het Britse leger en dus ook in de 1st Airborne Division zaten destijds geen vrouwen. Toch speelden ze op de achtergrond een essentiële rol. Een van de monumenten in Arnhem, het vrouwenverzetsmonument tegenover, ik dacht het Nuongebouw aan de Utrechtse straat, verwijst daarna ook expliciet. En over deze zaken wil ik het vandaag hebben. En ik zal daarbij ook ingaan op mijn eigen ervaringen als hoofd van een vredesoperatie in Mali, waar ik te maken had met vredesprocessen en de cruciale rol die vrouwen spelen in die vredesprocessen. Zowel in Liberië als in Mali, als vandaag in Syrië, zie ik precies die ontwikkelingen. Ik kom daar zo even op terug. Maar voor ik dat doe, wil ik eerst nog even terug naar het jaar 1959. In dat jaar verscheen bij een kleine Zwitserse uitgever het verhaal van een anonieme schrijfster, getiteld Een vrouw in Berlijn. 14 jaar na de oorlog was geen Duitse uitgever geïnteresseerd in dit dagboek dat de verschrikkingen van Duitse vrouwen in de laatste maanden van de oorlog beschreef. De schrijfster had anonimiteit bedongen tot na haar dood. En dat was niet voor niets. Na de eerste publicatie van haar boek viel haar geen waardering en compassie ten deel, maar verwijten. Ze had de eer van de Duitse vrouw bezoedeld. Eerder in 1945 had ze het effect van haar dagboek op haar toenmalige vriend al mogen ervaren. Hij had haar naar lezing gevraagd wat de afkorting VKRNG betekende. Verkrachting natuurlijk, zei de schrijfster. En hij wilde daarna niets meer met haar te maken hebben. Het is een van de vele voorbeelden van het dubbele slachtofferschap van vrouwen in conflict vaak ten dele valt. Eerst de VKRNG, dan de stigmatisering, dan de schaamte en vaak de straffeloosheid waardoor de daders vrij uitgaan. Gelukkig is er sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa veel veranderd. Maar het is bij lange na niet genoeg. Als een Congolese vrouw aan een onderzoeker vertelt over de verkrachting die ze heeft doorstaan, oh, maar dat is hier heel gewoon, heel normaal. Als een meisje uit Chibok na haar bevrijding uit de handen van Boko Haram ons vertelt, ik praat niet over wat daar is gebeurd, dat is alleen voor mij, ik kijk nu naar de toekomst. Als blijkt dat een provinciale vertegenwoordiger in Zuid-Kivu, dat is ook in de Congo, zijn mannen opdracht heeft gegeven kleine kinderen te misbruiken en zo een hele gemeenschap te destabiliseren. Dan is het duidelijk, er moet nog zoveel gedaan worden. Door mannen, door vrouwen, door regeringen, door de internationale gemeenschap en door NGO's. Daar wil ik het vandaag over hebben en de rol die Nederland daarbij speelt op dit terrein. Dames en heren, gemiddeld krijgt 1 van de 5 vrouwen in haar leven te maken met seksueel geweld. In conflict situaties gaat dit cijfer dramatisch omhoog. Het is een keerpunt in elk leven, wanneer en waar dan ook ter wereld. In Kavumu, in Beni, in Chibok, in Berlijn. Natuurlijk besteden we daar aandacht aan. Via wetgeving, via strafbaarstelling, internationale strafbaarstelling, via hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. Ik denk dat veel van mijn collega's ook ministers in Congo zijn geweest en daar de bekende dokter Mukwege hebben gezien, die kliniek daar geopend heeft voor verkrachte vrouwen. Wat mij het meest geïmponeerd heeft toen ik daar op bezoek was, was niet alleen zijn grote gevoel van solidariteit, maar ook respect voor de vrouwen daar die uitgestoten waren. En ik geloof dat hij nu in Congolese politiek wil gaan. En ik hoop dat eigenlijk. Maar vooral de training die wij vanuit Nederland vervolgens gaven aan het Congolese leger. Ik ben daarbij geweest 2 middagen. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Wat je dan ziet is 300 soldaten die moeten praten over wat ze gedaan hebben. En de vrouwen als slachtoffers daar tegenover. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Het is heel makkelijk om daar moralistisch over te zijn. Ik ben de goede man, jullie zijn de slechte. Maar de confrontatie die dat opbracht, heeft een enorme verandering in grote gedeeltes van dat land tot stand gebracht. En die kunnen van buitenaf geholpen worden, gecatalyseerd worden. Wat ik hier vandaag vooral zou willen bedrukken is iets anders.
Vrouwen in conflict zijn zoveel meer dan alleen slachtoffer van seksueel geweld. We doen al die moedige vrouwen ernstig tekort door de beeldvorming daartoe te beperken. Vrouwen spelen in conflict alle rollen die ze in vreedzame, gezonde samenleving ook spelen. En misschien nog wel meer. Juist omdat de samenlevingen in conflict door de afwezigheid van de mannen zijn ontwricht. Behalve slachtoffers zijn ze zowel strijders als spionnen, verzetstrijders en verraders, activisten en kostwinners. Dat en meer naast, met en ook in plaats van mannen. En ik ben blij dat vorige sprekers die veelheid van rollen vandaag ook hebben benadrukt. Want het is die verscheidenheid van maatschappelijke rollen van vrouwen die we moeten ondersteunen. Het is die brede benadering, dat heet tegenwoordig allemaal prachtig, gender en empowering op de langere termijn. De bevestiging van slachtofferschap alleen kan dat niet. Daarvoor is dan wel de erkenning nodig dat de rol van vrouwen in conflict vaak niet op zichzelf staat, maar een afspiegeling is van de positie en hoe het werkt in dat land als het gaat om gender of vrouwenrechten. Dat was zo in de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk is dat nog steeds het geval. Zolang vrouwen en mannen in vredessituaties niet als gelijke behandeld worden en geen gelijke kansen hebben, wordt dat direct in conflictsituaties op dramatische wijze gereflecteerd. Dames en heren, we hebben sinds 15 jaar Verenigde Naties Veiligheidsraadsresolutie 1325, Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Dat was eerst wat mij betreft een papieren tijger. Ik ben daar zeer voor, maar zoals het vaak gaat met resoluties, het blijven stukjes papier. Iedereen is het erover eens, dat is fantastisch. Maar het gaat erom wat je daarmee doet. En belangrijk is dat je op een gegeven moment toch een norm zet op internationaal niveau. Als die norm er is, moet iedereen zich ook verdedigen, moet er iets aan doen. Het is dus iets meer dan een nuttige kapstok voor beleid. Zowel internationaal door in missies aandacht te vragen en specifieke capaciteit toe te wijzen aan het onderwerp gender, als ook nationaal via allerlei nationale actieplannen. Steeds meer landen zijn ermee aan de slag gegaan. U kent ongetwijfeld het gezegde, if you're not at the table, you end up on the menu. I hope you understood this part of the speech, Boris. I'm very apologetic because we have, of course, the speech for the Foreign Secretary also in English. I would love to go continue in English, but I won't, because there is a translation. But let me give you one anecdote. Geef me één anekdote uit mijn eigen werk voor de Verenigde Naties. We zijn enorm bezig geweest om groepen, ook die onder echt onder de geesel van het extremisme in Noord-Mali, waar je niet naar muziek mocht luisteren, waar vrouwen weer in huis moesten zien, waar de scholen, waar geen meisjes mee heen moesten. Om daar vredesoverleg voor elkaar te krijgen. En iedereen zei, ja, maar ja, die vrouwen, dat is dan zo'n NGO-project en dat is allemaal keurig 1325 en dat is allemaal politiek correct, maar wat maakt het nou eigenlijk uit? Het interessante is dat wij helemaal niet bestudeerd hadden wat er aan de hand was. Als je kijkt naar de Tuaregs in Noord-Mali, dan zat ik met ze aan tafel daar, was in negotiating with the Tuaregs in the northern part of Mali, and somehow we didn't get to an agreement all the time. And it is interesting that with important Tuareg groups, met belangrijke Tuareg groeperingen, it's the women at home who decide. So they couldn't give their commitment. And I thought it was a delaying tactic. Ik dacht dat ze eigenlijk een uitstelmanoeuvre aan het doen waren. But the real thing was they couldn't give their commitments. And they wanted to go home and it worked afterwards. The same was true actually in Liberia. En dus de speciale gezanten van de Verenigde Naties in Syrië en voor het Grote Meergebied zien erop toe dat hier voldoende aandacht voor is. En er zijn vele hele goede organisaties ook vandaag hier die goed werken verrichten op dat gebied. Wij steunen die ook graag. Via programma's als Women on the Frontline bijvoorbeeld, aan vrouwenorganisaties in Irak. Via UN Women aan vrouwenorganisaties in Syrië. We will be also next week in the United Nations General Assembly. And this issue will be on the table in many of the events we will talking about next week. Als speciaal gezant en hoofd van de VN-missie in Mali zag ik de belangrijke invloed op dat vredesproces. Hoewel in de onderhandelingsteam dus weinig vrouwen zaten, bleek de macht achter de schermen een hele andere te zijn. En dan moet je dus ook weten, kennen, begrijpen, niet oordelen van buiten. En die krachten moet je aanboren. En dankzij toch die resolutie, papieren tijger, is er ook binnen de VN-missies meer aandacht voor het thema. Nederland draagt daaraan bij. Ik denk dat dat nog veel beter kan. Als we naar de missies kijken, wat moeten die nou eigenlijk doen, die VN-vredessoldaten? Die moeten weten of vrouwen naar de markt kunnen gaan. Die moeten weten waar het risico is. Die moeten bescherming of civilians, van burgers, op een manier die effectief is. En dat betekent dus dat we eigenlijk een revolutie aan het maken zijn in dat soort missies, waar gemengde teams bestaan in vredesoperaties en waarbij ook de militairen
politie en civiele component met elkaar samenwerken. Ik heb dat gezien in Mali, in Ivoorkust, het gebeurt ook elders, het moet nog beter, het kan sterker. Natuurlijk gaat er daar heel veel terechte kritiek naar seksueel geweld. Dat hoort ook hoog op de agenda te staan. Maar ik denk ook veel meer kan er in vrouwelijk leiderschap in missies en in operaties. Een sprekend voorbeeld daarvan is Marcelina in Djouba, Zuid-Soedan. Dankzij een door Nederland gefinancierde training trad zij in de jaren 80 bij de lokale politie in dienst. Het was midden in de burgeroorlog en ze was een van de weinige politievrouwen. Haar collega's waren weinig geïnteresseerd in zedenmisdrijven. Eigenlijk interesseerde ze helemaal niks. Dat waren eigenlijk family business, familiezaken. En zij ging tegen de stroom in. Ze pakte gecompliceerde zaken op en ze bracht ze tot succesvolle afronding. En daarmee deed ze niet alleen iets tegen geweld tegen vrouwen. Ze deed ook iets wat misschien nog wel belangrijker was. Ze inspireerde anderen, mannen en vrouwen, om dienst te nemen bij de politie. En inmiddels, vele jaren later, is de balans daar nu veel gezonder. Ze is nu ook hoofd van de Special Protection Unit. Ik kan u nog honderden van dit soort voorbeelden geven. Dames en heren, in 2003 verscheen in de Süddeutsche Zeitung een artikel met de kop: als jongens wereldgeschiedenis schrijven, spelen meisjes een zwijgende rol. Aanleiding was de controverse rond de identiteit van die schrijfster van het Berlijnse dagboek die toen net was overleden. Ik denk dat u het met me eens bent dat die stelling uit die kop op een groot misverstand berust. Meisjes en vrouwen spelen veel meer dan een zwijgende rol. Ze zijn geen passieve slachtoffers, maar ze zijn juist de drivers for change. En in die hoedanigheid verdienen ze onze ondersteuning. In een wereld waar gelijke rechten voor vrouwen erkend en gerespecteerd worden, kunnen hun capaciteiten natuurlijk veel beter gebruikt worden in een vreedzame wereld. Nederland staat er al jaren voor. We gaan daar de komende jaren mee door. Ook als we straks weer een jaar niet permanent lid zijn van de Veiligheidsraad. Let me say in closer on this message. This is a message of, if you wish, emancipation, strengthening, finding the drivers of change in a world of geopolitical turbulence. I think this conference, and that you're all here together, so many years after this bridge where, you know, General Frost, or it was not a general, but Mr. Frost, was actually trying to keep some safety for our citizens, I think it's a very special moment to think through what peace and peace making means in the present dangerous time. And I want to say again that I think it is more than symbolic that I have the honor today not only to talk about the crucial role of women in peacekeeping operations, in peace negotiations, in the ending of sexual violence, but also being here with a country that stands for those principles. And that I'm very happy to work also next week with the United Kingdom on these issues, because we can talk about it a lot. But we have to get back to work. We will do that. Thank you very much. Dank u. We hebben nog maar een paar minuten. Ik was hier niet om u tot stoppen te brengen, nee, maar mag om u nog even tegen te houden. Er zijn een paar jonge mensen in de zaal die heel graag een vraag willen stellen. Ik mag er zelfs, my apologies, I'm a Brit myself, but I'm not allowed to speak English yet. So. The Brits are in the lead even here. We've taken over, it's misunderstanding. Ik zou graag één vraag vooraf willen stellen. Een punt dat steeds opkwam vandaag was: er is die prachtige Kamerbrief van 8 maart, er is een nationaal actieplan al zoveel, dus de resolutie. Waar liggen onze limieten? Het is zo groot, zoveel, om in fragile staten, in armoede, bij ongeletterde mensen, vrouwen naar voren te halen. Denkt u ook na over, tot zover gaan we en niet verder? We zijn involved, we zijn betrokken, maar er is ook een moment dat je moet zeggen, ze moeten het zelf doen, of ondersteunen alleen maar. Ja, ik sowieso ben ik van de school. Dat is geen cliché, ja, het is wel een cliché, maar je moet het invullen, is het woord ownership. Ik geloof helemaal niet om van buitenaf dingen op te leggen. Wat je kan doen is, zoals hier destijds in een bepaalde situatie de Britten kwamen, zijn er landen waar de situatie zo ernstig is, dat anderen kunnen helpen, katalyseren, wat nodig is. En daar horen ze die actieplannen wel bij te gebruiken. Het grote risico daarvan is, ik zeg dat het is als iemand die daar jaren in werkt en ook
de limieten en de mogelijkheden van die resoluties zijn. Die resolutie is een norm. Er zijn programma's, er zijn allerlei geweldige organisaties. Geef hen de ruimte om het te doen, maar in die end komt het op groeperingen daarin. En daar ben ik helemaal niet pessimistisch over, eerlijk gezegd. Ik zie wel dat waar noodsituaties zijn, zoals we nu in Syrië, waar wij allemaal, vind ik, ons moeten schamen, ook de politici, de internationale gemeenschap, meer dan 200.000 doden, enorme vluchtelingenstromen. Wij hebben gewoon de taak om alles te doen om daar volgende week de ruimte te scheppen voor mensen om überhaupt hun leven op te pakken. En waar Nederland in dit geval iets doet met wat we noemen double track diplomacy, met de vrouwenbewegingen die geen stem hadden bij meneer de Mistura, waren wij eerst een beetje van, ja, moet dat nou van 1325 en dan doen ze dat keur. Daar wordt nu de motor gezocht, de engine van change. En dat is geen cliché, dat gebeurt gewoon nu, as we speak. En zijn daar Nederlanders op de grond die daar aan meewerken? Of zeker. Is dat helemaal... Ja, maar dat is niet Nederland in de zin van, wij weten het beter dan de rest. Het is ruimte scheppen, katalyseren. Als zij een stem aan de internationale tafel niet krijgen, kunnen we wel helpen. Dus daar zit het hem volgens mij. Katalyseren, ondersteunen. En waar iets helemaal fout gaat, ook durven uit te spreken. Je moet soms ook wel durven in Congo. Ja, daar is zo'n situatie, en het is zeker niet alleen Congo, want voor je het weet krijgen daar weer hele verkeerde. Hè? Want het zijn alleen Afrikanen die dat doen, dat is helemaal niet waar. Maar in noodsituaties hoort het wel fors aan de orde gesteld te worden. Er moet wel een alarmbel gaan rinkelen. Er zijn nog 200 andere vragen, maar ik zou de zaal de kans willen geven. Is daar iemand die graag een vraag wil stellen aan de minister? Ik loop er naartoe. Jij bent... Ik ben Kiki. Steeds meer vrouwen zitten in de politiek, bijvoorbeeld de kanselier van Duitsland. Denkt u dat meer vrouwen in de politiek zal zorgen voor minder oorlog? En welke veranderingen denkt u dat er zullen komen als meer vrouwen in de politiek zitten? Boris, I need some help. Er is een prime minister, er is een premier, een vrouwelijke premier in het Verenigd Koninkrijk. Wij lopen daar in Nederland tamelijk achter, eerlijk gezegd. We hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Er zijn vrouwelijke premiers in vele landen van de wereld geweest. In India, in Israël. Nou, ik kan een heleboel landen opnoemen, in Bangladesh. En op één ding moet ik u wel teleurstellen. Dat betekent niet dat het noodzakelijkerwijs heeft geleid tot meer vrede. Ik kan u zo een aantal van deze dames noemen die zeer actief zijn geweest, juist ook met het conflict. Vrouwen zijn niet beter of slechter dan mannen. Het gaat erom dat in de manier waarop vrede gemaakt wordt, natuurlijk vrouwen nodig zijn. En dus ook in politieke posities. Dus de tweede vraag ben ik het zeer mee eens. Maar het betekent niet automatisch dat ineens de vrede uitbreekt als er vrouwen aan de macht zijn. Het is wel zo dat in veel landen het zo is, dat de machtspolitiek en de manier waarop vrouwen veel meer aandacht hebben over wat er echt gebeurt als er geweld is, en veel directer de risico's zien voor gezinnen, voor mensen over wat er gebeurt, daardoor ook veel meer inspiratie hebben. En vandaar voornamelijk krachten zijn in vredesbewegingen. Dus dat is weer wel zo. Een beetje een genuanceerd antwoord. Het is geen garantie, maar het helpt wel. Dank u wel. Nog één vraag. We hebben ongeveer nog een minuut of 3,5. Ongeveer. We have 3, yes. Gaat u gang. Meneer van Katwijk, ja. Waarom krijgen wij politici niet zover dat langere periodes hulp wordt geboden? Als ik kijk naar Afghanistan, nu zijn er nog steeds meisjes en vrouwen die naar school kunnen. U heeft het over Mali. Er wordt nu alweer met 1 jaar Mali verlengd. Waarom krijgen we die politici niet zover om op lange termijn, wat iedereen die in het werkveld zit zegt, nodig is, zeg maar 10, 15 jaar. En waarom krijgen we de politici niet zover dat ze onze bevolking, de stemmers, weten te overtuigen van de noodzaak hiervan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik geloof dat... Ik vind het slecht als we te kortstondig ergens blijven. Het is een beetje... Wij hebben als hoofd van een vredesoperatie gewerkt. Het is een beetje als je je vrienden uitnodigt om ergens te gaan eten. Of bij jou thuis te laten komen eten. Dan vind je het vervelend als ze direct na het ontbijt weg, of na de eerste dish weggaan. Dan hebben ze iets van, nou, het is niet zo gezellig en ik heb het niet goed gedaan. Misschien als ze 's ochtends tot 5 uur aan de drank blijven zitten, dan denk je, ze zijn te lang gebleven.
Vredesoperaties kunnen ook echt te lang duren. Waardoor landen op een gegeven moment dat zien als hun, dat in hun soevereiniteit wordt ingegrepen. Dat ze afhankelijk worden. En dat ze niet het gevoel hebben dat ze juist zelf die katalyserende rol hebben. Dus je kunt er ook echt te lang blijven. Maar dat is voor een missie als geheel. Vervolgens is dat dan zo. Wat doen individuele landen? Ja, ik ben dus voor een enorm systeem van veel betere vredesoperaties. Daar gaan we volgende week over spreken. Betekent overigens niet dat Nederland nou altijd heel lang alleen ergens moet zitten. Wij zijn natuurlijk een onderdeel en ik ben voor missies. Ik sta ook voor een politieke partij die dat vindt. Er zijn anderen die dat niet vinden. Dat is aan de kiezer om dat te beoordelen. Maar ik ben daarvoor. Dat betekent niet dat Nederland de burden van de hele wereld op zich moet nemen. We moeten zorgen dat we een aantal jaren een goede katalyserende bijdrage geven. En wat mij betreft duurt dat dan ook. Wij zijn ook bijvoorbeeld nu hebben besloten om in ieder geval langer te blijven in Mali. Maar ja, dat is wel iets wat natuurlijk wel de ondersteuning moet hebben. Ja, per jaar, dat zegt u per jaar, dat heeft gewoon te maken met het mandaat van de Verenigde Naties. Dat kan ook niet anders. Je krijgt een mandaat van de Verenigde Naties dat een jaar geldt. Dat hoort natuurlijk wel een langere termijn perspectief te zijn, maar dat heeft ook te maken met het besluit dat de regering ter plekke neemt. We moeten het hierbij laten. Helaas, onze gasten hebben weer een volgende afspraak. Zo gaat het. Well, thank you very much en dank u wel voor de uitnodiging. I would like to thank again my colleague. We will have to go. Well, I thank both ministers for having rendered this visit to us. Thank you very much.